even kijken wat er onder de motorkap van onze racewagen zit. Dan komen we hier het prachtige motorblok tegen. En vergeet het niet, ongeveer 190 pk injectoren daar. Gewoon dynamootje. Maar het belangrijkste gedeelte is natuurlijk hier. De wegligging, de tractie. Onze voorwielophanging, prachtig hier. Die goed zit met een echte schroefveer. Luchtgekoelde remschijven, die ervoor zorgen dat we gewoon goed kunnen remmen. En de spiegels, niet te vergeten. Die staan weer daar. De aerodynamische jongens die ervoor zorgen dat het allemaal goed naar achter kijken is. Mocht dat nou niet lukken en het wordt te smal, deze jongens. Hop. Als we bij de achterkant van de auto komen en kijken naar de luchtstromen die er moeten zijn, dan zien we hier deze mooie achterspoiler die er is voor de lucht eroverheen te sturen en wat meer neerwaartse druk te geven. Ook belangrijk natuurlijk, de achterlichtunit, dit hele gedeelte. Daar zit het normale remlicht in en heel speciaal voor als het regent een extra rood lampje, wat in dat geval gewoon aangaat. Als we dan bij de voorkant van de auto komen, zien we daar de voorspoilerpartij met heel belangrijk dit gedeelte. Een ronde luchthapper die ervoor zorgt dat de lucht naar de remschijven gebracht wordt. Als we meegaan naar boven komen bij twee hele belangrijke zaken. Twee stickers hier. Eentje voor de stroom, dat is dat kleine ronde knopje. Als je dat indrukt, nokt de auto ermee. En de E is voor de brandblusser. Dit omhoog trekken is in één keer binnen. Pew. Belangrijk deel van onze racewagen is ook de Central Car Unit met deze jongen. De sequentiële versnellingsbak opschakelen. Laat gewoon zo terugschakelen, is een kwestie van duwen. En voor zijn achteruit is deze jongen er. Induwen, dan kan hij pas in zijn achteruit. Dit elektronica gedeelte is eigenlijk alles voor de motor. Ontsteking, hier zit ook de ruitenwissers, hier zit ook het lampje van net. En natuurlijk de richtingaanwijzers voor als je naar binnen of naar buiten gaat. En dan deze. Dit is de remdrukverdeler. Op het moment dat je hem gaat induwen heb je meer remdruk achter. Op het moment dat je hem gaat losdraaien heb je meer remdruk aan de voorkant.